Buitenlandse zakenminister Albert Ramdin wil niet verder in discussie met de Vereniging van Economisten, VES, over de wijze waarop de economie gezond moet worden gemaakt. Hij vertelde journalisten vandaag voor aanvang van de ministerraadsvergadering dat hij niet opnieuw zal ingaan op kritieken van de economistenorganisatie. De VES leverde eerder commentaar op de opmerking van Ramdin dat zij geen voorstellen heeft gedaan omtrent beleidsaanpassingen of andere voorstellen om de economie gezond te maken. Ik heb mijn boodschap gedaan, zij hebben een boodschap gedaan. Einde verhaal. Einde verhaal? Ja, wat mij betreft wel, ja. Komt er dan in relatie, want de VES zegt, ze geven voorstellen, ze willen helpen. Oh, we gaan naar al die voorstellen kijken, 100%. Nog steeds kijken, niet uitvoeren? Nee, als het past in het beleid en het kan worden uitgevoerd, waarom niet? Doe ook met de vakbeweging, met bedrijfsleven, alle andere groeperingen. De president is daar duidelijk over geweest, toch? Maar ik ga nooit lang in een discussie, want uiteindelijk moet er gewerkt worden, toch? Dus daarmee ben ik bezig. Ja. Wat reeds is verschenen in de pers, kan ik gewoon bevestigen dat we goede gesprekken hebben gehad. En dat we afwachten wat de resultaten zijn van die gesprekken. Uiteraard hopen we dat het de goede kant op gaat. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar dat is alles wat ik op dit moment kan zeggen. We gaan gewoon rustig afwachten. De bewindsman vindt niet dat de onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds mislopen. Hij stelt dat de gesprekken met de organisatie vooral op technisch niveau normaal doorgaan. Ook op beleidsniveau. Dus die gesprekken gaan voort en dat is wat ik ook als reactie geef. We wachten de resultaten nu rustig af. Het is een traject die we moeten afleggen. Ten aanzien van het sociaal beleid, er is duidelijk wel vooruitgang. In termen van het sociaal programma. De regering heeft vaker aangegeven dat vanaf het begin, september 2020, verhogingen zijn gegeven. En op verschillende gebieden hoor. Dus wat dat betreft gaat het sociaal beleid gewoon verder. Uiteraard weten we dat het moeilijker wordt en moeilijk is. En daar zal dus de president heeft eergisteren nog, was het gisteren, gezegd in het parlement dat met prioriteit en urgentie de uitbreiding van de betaling van 1800 SRD naar de doelgroepen moet plaatsvinden. Daar wordt aan gewerkt. Inmiddels zijn 13.000 mensen in die groep al. Over de beloofde koopkrachtversterking aan sociaal zwakkeren zegt Ramdin dat daarover geen discussie nodig is en dat de geregistreerde gewoon de tegemoetkoming van 1800 SRD moeten ontvangen. Hij stelt dat Suriname een probleem heeft met uitvoeringscapaciteit en dat er daarin drastische aanpassingen moeten komen.